Dus belangrijke handelstromen en het product dat zij maken eh, onderscheidt ze ook echt van de rest van de wereld. En daarom zijn ze zo cruciaal om de waardeketens voor de moderne economie. Je gaf net aan, Taiwan staat op dit moment op een kruispunt. Of ze gaan links al en geven heel helder de rode lijnen aan aan China. Op tweede, ze zoeken de dialoog op en proberen zich wat flexibeler voor te doen naar China toe. Welke twee partijen symboliseerden eigenlijk deze twee lijnen in Taiwan? Eigenlijk al lange tijd, zo'n uh, 30 jaar, zijn er twee kampen uh, in Taiwan, vaak aangeduid met blauw en groen. Uh, blauw is dan eigenlijk de erfgenamen van de oude nationalistische partij, de KMT, die lange tijd als uh, uh, tijdens de periode van dictatuur aan de macht was. Dus van 1945 tot pakweg 1990. Uh, eigenlijk langer, maar uh, vanaf 1990 zijn democratische hervormingen ingezet. Dus ik heb het dan over 30, uh, 35 jaar, dat is eigenlijk twee. Stromingen zijn, twee partijen. Er is dan sinds de jaren negentig, of eigenlijk eind jaren 80 hebben we een uh, oppositiepartij gekregen. Die wordt meestal genoemd de Groenen, de, het Groene Kamp. En dat is de belangrijkste partij daarvan is de DPP, de Democratic uh, Progressive Party. En dat zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste twee kampen. En uh, in het jaar 2000 is de DPP ook voor het eerst aan de macht gekomen. Dus sinds het jaar 2000 wisselen de twee partijen elkaar eigenlijk af. Net zoals de Republikeinen en de Democraten in de VS dat doen. Oké, okay, en de DPP die staat dus meer een kritisch China-beleid voor en een meer pro-Westers beleid. Hoe erg is die lijn eigenlijk anders dan de KMT-Kuomintang-lijn? Is dat geloof ik. Hoe verschilt dat? Kuomintang ja, is historisch gezien altijd veel meer gericht op het feit dat zij oorspronkelijk uit China kwamen en eigenlijk zijn. Getransplanteerd naar Taiwan en probeerde daar hun eigen China, de Republiek China, voort te zetten. Um, dus zij zagen zichzelf altijd als heel erg Chinees. En alles wat, uh, als het ware, de lokale Taiwanese cultuur was, dan hebben we het over uh, bepaalde talen, maar ook culturele gebruiken, uh, werd tijdens de dictatuur onderdrukt. En de DPP vertegenwoordigt heel erg die uh, lokale Taiwanese stem tegen de uh, maar mensen die getransplanteerd zijn vanuit het vasteland. In 1949. Zo dus hebben we het een beetje geschiedenis. Dus na de burgeroorlog is de KMT vertrokken naar Taiwan. en heeft daar de Republiek China voortgezet. En zij zitten nog heel erg in de modus van we zijn eigenlijk Chinees. Tenminste, dat zaten ze lange tijd. Uh, inmiddels puur omdat de gemiddelde mening in Taiwan zo is opgeschoven. naar een positie waarin uh, eigenlijk het vasteland van China steeds verder weg is. en men zich steeds Taiwanese'er voelt. Uh, is de KMT inmiddels ook een partij die ook niet zegt van we willen meteen uh, hereniging met China, et cetera. Het is puur van hoe kunnen we uh, de situatie zoals die nu bestaat in Taiwan op een vredige manier laten voortbestaan. En eigenlijk zowel de DPP als de KMT willen dat, omdat de meerderheid van de Taiwanese dat wil. Alleen hebben ze hebben dus een hele andere visie op hoe dat bewerkstelligd kan worden. En daar gaan we denk ik nog wat verder op. Ja, ja leg dat maar uit. Hoe verschilt die visie op hoe dat gerealiseerd kan worden? Het grote, het grote debat is denk ik dat de uh, PPP wordt dan altijd gezien als China-kritisch. Een hardere lijn tegen China. Dat uh, betekent eigenlijk vooral dat zij een duidelijkere visie hebben van benadrukken: van ja, eigenlijk zijn wij gewoon, functioneren wij als, dem, als, als onafhankelijk democratisch land. En willen we ook uh, ja, op die manier best die dialoog aangaan met China. En dat betekent dat het een soort taalgebruik is dat voor de Chinese regering heel erg. Beledigend is, want zij zien Taiwan als afvallige provincie. Dit soort taalgebruik vinden ze niet prettig. Dus dat maakt dialoog met hen eigenlijk onmogelijk. KMT is gewoon wat subtieler wat betreft hun uitingen hierover. Die zeggen meer dingen zoals van ja, we zijn het erover eens dat er één China is. Maar er is gewoon een discussie over, over wie dan precies wat vertegenwoordigt en wat de positie van Taiwan is. Ligt ook wel ver af van wat de regering in Beijing van de Volksrepubliek China wil en zegt. Uh, maar het is wel degelijk uh, een manier van praten die veel softer is op china Chinaverbied. En dit heeft ook uh, weer effect op bijvoorbeeld economisch beleid, in de zin dat KMT, de blauwen willen heel erg uh, ja, toch uh, economische samenwerking met China en vinden dat dat juist uh, vreedzame status quo bevordert. Terwijl de DPP ziet daar weer gevaar in. Van als we te economisch afhankelijk worden van China. Uh, krijgt China hier juist meer macht en, en wordt het risico weer dat ze hier de boel overnemen? Allereerst op economisch gebied en daarna politiek gebied. Dus ze willen wel degelijk bij de, de Taiwanese mainstream te komen, maar ze hebben hele andere visies van hoe dat kan uh, en moet gebeuren. Helder, ik ga het even heel kort samenvatten voor de luisteraar. Uh, uh, in 1949 wordt Taiwan eigenlijk opgericht, laat ik het zomaar zeggen. Niet al volledig. Oh, je gaat ingrijpen. Ja, het is wel wat ingewikkelder. Dus, dus Taiwan was een uh, Japanse kolonie voor 50 jaar tot 1945. Ja. Japan verliest de Tweede Wereldoorlog. Taiwan wordt dan opeens onderdeel van de Republiek China. Uh, maar 50 jaar eerder bestond die hele Republiek China niet. Maar goed, dat even terzijde. Taiwan hoorde vanaf 1945, dus weer bij de Republiek China. Uh, maar in die Republiek China was dus de burgeroorlog met de communisten. Uh, de regering van de Republiek China was nationalistisch. Nationalisten hebben verloren. Uh, hun leider, Chiang Kai-shek, en zijn lever en aanhangers vertrokken toen in 1949 na de burgeroorlog naar Taiwan en zetten daar de Republiek China voort. En vanaf 1949 hebben we dus in het vasteland land van China de Volksrepubliek China. Uh, dus Taiwan is op geen enkel moment opgericht. Eigenlijk in de zin van. Als zij zien het als een, voort... uh, een, voortzetting, uh, een van... voortzetting van wat er al was. En zoals... nee, in okay. in ieder geval zo zie ik regering... het ook, moet ik heel even okay. nuanceren, ja. als ik als te, on, te veel leek wordt gezien, hoewel ik dat natuurlijk ben. Maar inderdaad, de Republiek China wordt dan voortgezet in Taiwan. Dat is het idee daarachter. Heeft nog tot grote discussies binnen de VN geleid. Maar dat wordt dus gedaan door de oud-nationalistische leider Shang uh, Kai-chek, uh, die de KMT daar opricht. En de kleur daarvan zijn de blauwe. Het is 30, 40 jaar lang een dictatuur geweest. En vanaf uh, de jaren 90 wordt het steeds meer een democratie. En de groenen, die vanaf de jaren 80 dan een opkomst zijn. En als belangrijkste dat de DPP, de Democratic Progressive Party, hebben, opteren eigenlijk voor een steeds China-kritischere lijn. En de mainstream mening in, China, in Taiwan schrijft ook steeds meer op naar een China-kritische lijn. En dat zorgt ook in deze verkiezingen dat Taiwan op een kruispunt komt te staan. Uh, maar je gaf ook al aan dat de KMT ook al wat kritischer op China is geworden vanwege die mainstream media. Nu heeft Lai, de leider van de DPP, je gaat zijn naam waarschijnlijk straks beter uitspreken, de verkiezingen gewonnen, de presidentsverkiezingen. Maar in het parlement heeft de DPP, ofwel de groenen, de meerderheid verloren. Welk signaal heeft de Taiwanese kiezer eigenlijk geprobeerd af te geven? Uh, klopt, uh, het is een situatie die niet helemaal uniek is, uh, maar wel al enige jaren niet is uh, voortgekomen. Dus